Goedenavond, leuk dat jullie kijken. En wij zijn vanavond uitgenodigd door Vreugdevuur Scheveningen en voor de sponsorbijeenkomst. Wat kunnen we daarvan verwachten? Nou, dat gaan jullie in ieder geval zo zien. Het is natuurlijk wel vreemd voor jullie. Jullie zijn natuurlijk gewend om Don te zien. Ja, zoals alle kijkers en volgers weten, dat is Don tijdelijk even uitgeschakeld en moet even rust houden. En heeft hij mij gevraagd om zijn rol even over te nemen. En ja, daar voel ik me erg vereerd door. En ik hoop dat ik hem kan evenaren. Nou, gaan jullie mee naar binnen? Gaan we in ieder geval kijken wat we kunnen beleven. En tot straks, hè. Dan ga ik jullie vertellen wat we allemaal beleefd hebben. Nou, ik sta hier naast Adrie Boel, een van de sponsoren van het Vreugdevuur. Ja. Nou, leuk dat je er in ieder geval bij bent. Dankjewel. Hoe lang doe je dit nu? Hoe lang sponsor je het Vreugdevuur al? Dit is het derde jaar. En ik hoor een accent. Volgens mij kom je van heel ver weg. Het hele mooie land van Maaswaal. Je mag bij ons niet zeggen dat het Brabant is, want het is geen Brabant. Het is ook de Veluwe niet, of de Betuwe. Je hebt de rivier de Maas en je hebt de rivier de Waal. En ondertussen ligt Maaswaal. Oké. Ja, het is voor mij allemaal acabadabra, maar... Het is geen flipje bij ons. We hebben Brabants accent. En eindelijk zijn we hard aan hier Brabanders. Oké. Hoeveel pallets sponsoren jullie zo rond december? Dit jaar hebben wij 30.000 pallets gebracht. Vorig jaar had ik er 35.000 gebracht. Toen hadden we 60.000 klaarstaan. Maar na twee dagen toen hield het bouwen al op, dus ik kon ze niet alle 60.000 brengen. Het jaar daarvoor hebben wij er ook 30.000 gebracht. En hoeveel in zo'n week rijden jullie op en neer en met hoeveel man doen jullie dat? Wij zijn begonnen met 9 vrachtwagens, dag en nacht. Er gaan er 500-600 in een vrachtwagen. Dus ja, dan moet ik even een rekeningsom maken, maar dat schiet nu niet op, maar heel vaak. Dat doen we eigenlijk met, ik heb 3 bedrijven en we hebben 2 laadploegen. 1 laadploeg in Duitsland staan, 1 laadploeg in Boven-Leeuwen en de chauffeurs. Oké. Nou ja, we genieten elk jaar weer ook van de vrachtwagen met de lichtjes natuurlijk, ja. De pipowagen. Ja. Ik ga de naam niet noemen, want dat zeg ik continu verkeerd. Die vrachtwagen is van een vriend van mij, is van een feestexpert. De feestexpert stelt ook ieder jaar belangeloos zijn vrachtwagen. Nou, dat zeg ik dus elke keer verkeerd. Ja. Hij stelt hem belangeloos ter beschikking en mijn bedrijf zorgt voor de chauffeurs. Ja, ik vind het een ontzettend mooi initiatief en we hopen dat je nog lang sponsor van ons bent. Ik heb hier mijn vrienden gevonden en ik heb daar schik mee. En ja, bij ons is die mogelijkheid niet om een hele hoop pallets op een stapel te zetten en een vuurtje te stoken. En ja, ik ben toch een kleine bandiet en ik hou van vuurtjes stoken. En waar is ze nou mooier als op Scheveningen strand? Nou, dat is ontzettend leuk om te horen. Heel erg bedankt voor dit interview. Graag. En een fijne avond nog. Dankjewel. Nou, ik sta hier naast Michael van der Plas, medebestuurder van het Vreugdevuur Scheveningen. Ja, klopt. Dit is het eerste jaar voor jou dat je als bestuurder meedoet. Ja. Hoe is het voor jou gegaan? Ja, een beetje hectisch. Dat was toch wel, je verwacht wel een beetje wat er op je afkomt, maar dat is toch wel... Toch wel wat meer. Ja, dat is wel heel hectisch verlopen. En gelukkig tot een voor ons wel een redelijk goed eind gekomen. Dus dat ik ben wel tevreden. Ja. Oké, hoeveel jaar deed je überhaupt al mee aan het stapelen zelf? Want dat deed je daarvoor, toch? Ja, eigenlijk vanaf het begin dat ik eigenlijk een pallet kon optillen, heb ik altijd meegedaan. En ik ben zelf opgegroeid op de C-kant bij lijn 11. Dus ik heb altijd het Vreugdevuur heb ik altijd voor de deur gezien. Dus ja, dat, ik weet niet beter. Nou. Zijn er nog verbeteringen wat je denkt van dit kan beter, nou willen we iets mee gaan doen? Nou, niks is perfect. Dus het kan altijd beter. Dat zijn altijd verbeteringen. Nee, voor dit jaar hadden we zoiets van we willen de groep willen we een eenheid maken. En want dat was afgelopen jaren was dat een beetje uit ons zicht. En we hebben het idee dat dit jaar echt wel gelukt is. We zitten nu
Met een redelijke groep zitten we nu in de organisatie. En mensen die meehelpen. Ja, en van daaruit willen we verder gaan bouwen. En dat, zeg maar, de basis is nu gelegd. En we moeten zorgen dat de fundering nu goed is. En van daaruit, ja, dan gaan we verder. En dan één stijgende lijn gaan we door. Oké, nou spannend. Klinkt allemaal benieuwd. Ja, wij zijn er natuurlijk elk jaar bij. En maken het van dichtbij mee. En nou hebben we iets gehoord over pakketten die, die mensen kunnen nemen om sponsor te zijn. Nou ja, niet om sponsor te zijn. Dat is voor de bouwers of donateurs die dat willen. Die kunnen iedere maand vanaf januari, zeg maar. Dus als mensen zich nu nog aan willen melden, dan moeten ze januari, zeg maar, nog betalen. Het is wel voor 12 maanden lang, dat wel. Dan kunnen ze een bedrag kunnen ze overmaken en daarvoor krijgen ze wat terug. Het zij aan het einde van het jaar krijgen ze sowieso onze trui. Dat is vanaf 12,50. Betaal je €20, dan krijg je onze trui. Dan krijg je wat consumptiebonnen, wat VIP-bandjes en een regenjas, als ik het goed heb uit mijn hoofd. En vanaf €25 dan krijg je hetzelfde, zeg maar, hetzelfde pakket, maar dan met meer VIP-bandjes en meer consumptiebonnen. Oké, ja, want dat klinkt voor mij nieuw, consumptiebonnen. Hebben jullie er aankomend jaar iets van een drankgelegenheid bij? Nou ja, we mogen geen drank schenken. Daar moet je een vergunning voor hebben. Maar dat, ja, je mag zelf als persoon mag je wel drank meenemen. Dus dan, ja, dan kunnen we voor mensen pakketjes verzorgen dat hun op het strand gewoon drank. Dat ze van thuis eigenlijk geen tasje mee hoeven te nemen met drank erin. Okay. Dat ze aan de deur dat ze dan drank krijgen en dan dat is dan je pakket. Ja, nou, dat klinkt wel gelijk wat duidelijker. Want ik dacht van, hey, is er dan dit jaar gelegenheid bij? Maar dit klinkt wel duidelijk. Nee, als we echt op strand drank willen gaan schenken, ja, dan moet je een speciale vergunning voor hebben. En dat is best wel moeilijk om dat te krijgen. Dus we schenken gewoon pakketten, gewoon tasjes met drank erin. En dat willen we gaan verzorgen voor de mensen. Oké, nou, dan is dat in ieder geval duidelijk. En nou ja, wij kijken weer enorm uit naar december. Het is net voorbij, maar we kunnen al niet meer wachten. Ja, bij mij kriebelt het ook al. Dus dat, Nou, we wensen je heel veel succes in de toekomst. En nou, hopen dat alles gaat lukken wat je droomt om te bereiken. Ja, bedankt. Het gaat zeker wel goed komen. Dit was dus de sponsorbijeenkomst van het Vreugdevuur Scheveningen. Nou, zoals jullie hebben kunnen zien, had iedereen het naar zijn zin. De sponsoren waren bijna allemaal aanwezig. En we gaan zien wat de aankomende maanden gaan gebeuren. En of we wat nieuws gaan krijgen erbij dit jaar. Ja of nee. En ja, het was jammer dat Don er niet bij was. Ik heb het een eer gevonden om het voor hem te mogen overnemen. En mensen, like en deel deze pagina. Tag je vrienden hierin. Hè, die je denkt van, die moeten dit filmpje zien. Bedankt voor het kijken, mensen. En tot de volgende keer. Ciao, ciao.